Hoofdstuk 1. De eeuw van de massa's. De 20e eeuw, dames en heren, is de eeuw van de doorbraak van de massa's, is vaak gezegd. En ik vind dat wel goed uitgedrukt. Het is daarom ook de eeuw van het massale geweld. En om u een zeker idee te geven van de omvang daarvan, en dan reken ik in zekere mate effecten van afgedwongen hongersnoden. En condities die daarbij dan ook tot grote ziektes hebben geleid, mee. En, en ik noem u een paar getallen, en die heb ik ontleend. Er zijn zeer veel onzekerheden over de getallen in dit soort gevallen, maar er is een interessante website, die vond ik wel een leuk gevonden naam, necrometics.com heet. En daar kunt u tal van getallen vinden. Over de grote slachtingen die hebben plaatsgevonden. Niet alleen in de 20e eeuw trouwens. Maar om een voorbeeld te noemen, de Eerste Wereldoorlog heeft ongeveer 9,5 miljoen militairen doden en ongeveer 15 miljoen burgers levens gekost. Bovendien daarbovenop nog 17,5 miljoen gewonden en 8 miljoen krijgsgevangenen. De Tweede Wereldoorlog waar de schattingen zeer uiteenlopen, ook een beetje van hoe je telt. Maar ik hou even het getal van ongeveer 65 miljoen aan in diverse categorieën. Daaronder de bekende Holocaust-gevolgen in de orde. Ook daar is natuurlijk over de getallen enigszins de twijfel, maar dat rekenen we toch over het algemeen in de orde van 6 miljoen. Maar er zijn er nog veel andere, dat zijn de bekendste. Maar het zal u misschien niet helemaal bekend zijn, maar velen zullen weten dat ook de Russische revolutie en de burgeroorlog die daarop volgde ongeveer 9 miljoen doden heeft gekost. Dat het regime van Stalin tussen 1922 en 1953 ongeveer 20 miljoen doden. En dat Mao dat wist te verdubbelen in het China van 1949 tot 1975. En dan hebben we alleen nog de allerbekendste en grootste. Er zijn zeer veel andere voorbeelden uit de Europese en wereldgeschiedenis van de 20e eeuw te noemen. Nu is geweld niet het monopolie van de 20e eeuw. Als u de wereldgeschiedenis met enige aandacht daarvoor probeert te overzien, dan komen we dat voortdurend tegen. En het is ook zelfs niet helemaal zeker verhoudingsgewijze de 20e eeuw het ergste is. In absolute getallen is dat ongetwijfeld het geval. Met name in de loop van de 19e eeuw begint dat al, vooral in de 20e eeuw, neemt sowieso de bevolking enorm toe. Nederland, om een voorbeeld te noemen, maakt het overzichtelijk, had in 1800 ongeveer 2 miljoen inwoners. In 1900 ergens tussen de 4 en de 5 miljoen. En inmiddels zijn we dus aan de 17. Dat betekent dus dat die 20e eeuw een enorme sprong daarin maakte. En dat in alle opzichten, in absolute getallen. we daar dus ook in het gebruik van het geweld, in het toepassing van het geweld. met de slachtoffers hetzelfde rekenen. En om u een paar voorbeelden. om u even de gedachte te bepalen. er zijn natuurlijk ook gevallen bekend uit de wereldgeschiedenis. waarin hele bevolkingen, hele populaties, culturen. totaal zijn uitgegroeid. Velen van u zullen in Troje zijn geweest. Daar kunt u dus zien dat wat daar ooit was, totaal verdwenen is. Carthago moest vernietigd worden. Wel nu, dat is gebeurd. Wat er daar was, is in die zin totaal verdwenen. De inheemse bevolkingen van zowel wat we tegenwoordig Latijns-Amerika als Noord-Amerika noemen. zijn nagenoeg verdwenen. De Inca- en de Aztekenbevolkingen zijn vrijwel geheel uitgegroeid. voor een zeer groot gedeelte door ziektes. Maar. Wel degelijk ook door de toepassing van het geweld. en de greed, de hebzucht van de kolonisatoren. om daar zich te vestigen en zich eigen te maken. In Noord-Amerika weten we dat er natuurlijk nog wel kleine resten. van de inheemse bevolking. die daar ongeveer rond 1500 in onze telling dan waren. nog over zijn. Maar dat zijn dus. catastrofes. door toepassing van geweld. die vaak ook andere gevolgen hebben. Dus de hongersnoden komen vaak voort uit situaties waar evenzeer, zeer veel geweld is toegepast. Af en toe waren die hongersnoden ook zeer gedelibereerd. Hoe dan ook, er is dus niet een hele scherpe breuk in de ontwikkeling, maar ik ga mij vanwege de tijd toch ook concentreren op de 20 e eeuwse geschiedenis.